Amber Otte vond een baan in Apeldoorn en verhuisde vorig jaar met haar gezin naar het dorp Uggelen. Ze wilde haar jongens laten opgroeien in een dorp en ging ervan uit dat er op een van de drie scholen vast een plek was voor haar kroost. Maar ze kwam van een koude kermis thuis. En toen kwamen we erachter dat eigenlijk best wel een groot probleem is in Uggelen. Dus dat eigenlijk heel weinig plekken zijn op de scholen. En het heel lastig is om je kind op school te krijgen. Je moet eigenlijk als kind 1 is al je kind aangemeld hebben. Maar dat geldt dus niet als jij verhuist. He, mijn kinderen zijn 2 en 3 toen ik verhuisde. Ik had nog een jaar voordat hij 4 werd. Dus meteen aangemeld en dan ben je dus te laat. Otte zag de school ook als middel om als gezin te integreren in een nieuw dorp. Ik kom zelf uit een klein dorp, mijn man ook. En hoe het vroeger ging was dan dat je met je buurmeisje hand in hand naar school toe loopt. En daar speel je dan ook de hele zomer mee samen. Nou, mijn ouders raken bevriend met haar ouders, hè, zoals het gaat. Dat het in een dorp ook heel knus en fijn en sociaal kringetje wordt. Dat is dus nu hier sowieso niet. En dat vind ik echt heel, heel verdrietig. Ze trok bij de dorpsraad aan de bel. Die vroeg eens rond en had binnen no time nog 17 gevallen gevonden. Zij kaarten het probleem regelmatig aan bij de gemeente en de scholen. We zijn dus nu een half jaar bezig en we zijn nog geen steek verder gekomen. Ik heb 3 weken geleden een brief gestuurd van 2,5 kantje. De problematiek uitgebreid uitgelegd, van alle kanten bekeken. Aan de gemeente? Aan de gemeente, de wethouders, de schoolbesturen, iedereen heeft die brief gehad. Gisteren heb ik voor het eerst een reactie gehad van de gemeente met veel wollige talen en niet zeggend. En zeg ja, na de vakantie gaan we eens kijken. Misschien moeten we externe deskundigen inhuren om te kijken of er iets met regulering kan. Maar dat kan allemaal wel heel lang duren. Nou, laat ik vooropstellen dat ik het signaal wat de dorpsraad ook bij ons heeft afgegeven. Dat zij vinden dat Uggelse kinderen in Uggelen op school moeten kunnen. Dat wij dat van harte met ze eens zijn. Tegelijkertijd is het wel goed om ons te realiseren dat we in een complexe situatie zitten. Want in principe mag iedereen in Nederland zelf kiezen of zijn kind naar een katholieke of een vrije school of een jenaplanschool gaat. Apeldoorn vindt dat er voor ieder kind een plekje moet zijn op een school binnen een straal van 2 kilometer. De dorpsraad in Uggelen wil dat er duidelijke regels komen voor het aannemen van kinderen. En wil tijdelijk extra ruimte op de scholen in Uggelen. Het klopt dat het ook in andere wijken speelt. En het ingewikkelde is dat je ziet dat in bepaalde wijken we een vraag hebben die groter is dan de capaciteit. En dat we in andere wijken juist zien dat we leslokalen leeg hebben staan. Dat is ook een beetje de balans die wij zoeken. Want het zomaar bijbouwen van klaslokalen voor een incidentele piek, ja, dat zou ik ook wel een klein beetje het verkwisten van maatschappelijk geld vinden. En dat snap ik ook. En dat is ook een heel groot goed dat je mag kiezen waar je kind op school zit. Maar ja, voor mij geldt dat dus niet. En ik denk dat als ik dit van tevoren had geweten, dat ik wellicht ook wel een andere keuze had gemaakt en zelfs niet in Uggelen was gaan wonen. Maar nu ze er wel woont, blijft ze strijden om haar en de andere Uggelse kinderen in hun eigen dorp naar school te laten gaan. Na de zomervakantie overleggen de scholen en de gemeente opnieuw.